Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta hier, beetje sketchy dat wel, maar ik sta hier op echt een prachtig plekje in Albanië. Kijk eens eventjes hoe dit eruit ziet. We hebben hier met dit uitzicht een paar nachten in het hotel geslapen en we hebben er enorm van genoten. We hebben alleen maar mooi weer gehad, lekker bij het zwembad gelegen, plekjes bezocht, we zijn gaan raften en we hebben echt een prachtig plekje gevonden gisteren nog. We zijn gisteravond bij de familie van Angela geweest. Angela is de vrouw van Piotr, was ook super gezellig, maar nu is het tijd dat we de spullen weer hebben ingepakt en onze reis gaan vervolgen. We hebben hier alle koffers liggen, alles ingepakt, hopelijk niks vergeten en we gaan naar een ander land. We moeten deze huurauto inruilen, omdat we met deze auto niet naar het buitenland mogen. Oh, de airco staat vol aan te blazen, want zoals ik al zei, we hebben alleen nog maar warm weer gehad. Dus laten we de navigatie aandoen en dan gaan we onderweg. We hebben een ontbijtje meegekregen. Hoppakee. Dus we gaan even lekker smikkelen onderweg. We redden ons helemaal. Kijk hoe schattig dit is. Wauw, hoe schattig. We hebben een soort uitzicht over heel veel gyrokasten. Ja, even lekker ontbijten of zo. Wauw, wat een vibe. Dat is zo schattig. En daar zijn we dan in de hoofdstad van Albanië, Tirana. Bij het vliegveld. We hebben hier de huurauto. Die gaan we omruilen voor een andere huurauto waarmee we dus naar het buitenland mogen. En dat is echt bijna dezelfde auto. Alleen verander het merk van Fiat naar Skoda, geloof ik. De auto die je daar ziet staan, dat gaat hem worden. Dus dat is echt gewoon bijna dezelfde auto. Dus daar zijn we heel erg blij mee. We gaan alle spullen even eruit halen. En dan gaan we die overzetten. De auto die we nu hebben gekregen, ik zei het is een soort gelijke, maar deze auto is nog zieker. Dit is echt niet normaal. Gewoon, deze auto heeft alles. Gewoon zieke CarPlay weer, dikke boxen erin. Helemaal automatisch hier met de aanknopje. Het is echt heel erg nice. Dus we staan wel helemaal vast hier in Tirana. Het is echt poepie druk, maar we hebben het goed voor elkaar, dames en heren. We hebben het echt heel veel getoeter alweer en zo, maar dat hoort erbij. We kennen het ondertussen. Ja. We gaan, dames en heren, naar Kosovo. Dat wordt zo ongelooflijk leuk. Ja, check hoe dit eruit ziet. Zo ongelooflijk nice. Het is 3,5 uur rijden. We komen ongeveer om 4 uur aan. Gaat helemaal goed komen. Ik heb er zin in. Wat een luxe, hè? Dames en heren, we lopen helemaal naar achter, want hier is een pizzeria. Je zou het niet verwachten als je hier aankomt rijden bij dit tankstation, dat je helemaal achterin als je doorloopt een pizzeria hebt. Het was ook echt puur geluk dat we dit tegenkwamen, want we wilden eigenlijk bij het tankstation even snel een broodje halen. Maar we hebben dus uiteindelijk gewoon bij Pizzeria Flori een heerlijke pizza gehad. Dit is een ham en salami en hier hebben we voor Myron een pizza margherita. Nou, die gaan we lekker meenemen in de auto. Die gaan we onderweg lekker eten, want we hebben nog een beste reis voor de boeg. Super nice. Het was even een beetje struggelen hier en daar, want we hadden geen contant geld meer. Dus we hebben 10 minuten terug moeten rijden. Toen kwamen we bij een automaat, een bankautomaat die kapot was. Oh, moesten we nog verder rijden. Eindelijk geld gepind, zijn we weer 10 minuten teruggereden. Dus het is een welverdiende pizza. Maar heerlijk zeg dit. Lekkere lunch in de auto, lekker pizzaatje. We gaan voor de eerste keer tol betalen, dames en heren. Dus we staan hier bij de automaat. Het moet wel een hele mooie snelweg zijn, hè? Nou, tot nu toe, de weg is zo goed. Ja, dat is wel waar, ja. Dat is echt niet normaal. We hebben echt alleen maar kunnen gassen. How much? 5 euro. 5? 3, 4, 5. Kijk, dit is verwarrend. Dit is 2 euro. En dit is... Oh ja, inderdaad. Follow me, daddy. Bye. Zie je? Ja, dit is gewoon... Dat is 100 lek, dus dat is zeg maar ongeveer 1 euro. En dit is 2 euro. Ja, bizar. Het is gewoon eigenlijk dezelfde soort van dezelfde munt. Ja, dus je moet oppassen dat als je dan geld terugkrijgt, dat ze dan niet zeggen here 2 euro. En dat je dan 100 lek krijgt. Nee, echt hè. Nou, we moeten nog 140 kilo eten volgens mij. Ja, we moeten nog best wel een stukje hoor. Ja, 142 kilometer. Bijna 2 uur nog. That's a long time. Nou, geen probleem. Als we maar veilig aankomen, toch? Precies. Zo, hier wordt even een nieuwe brug gebouwd. Mon dieu. Mon dieu, dit is heuf. Wat zeg ik?
Nom die zoog. Nou, we komen richting de grens, geloof ik. Ja, dan nog een kwartiertje of zo. Zo, kijk rechts van je. Dat is mooi hoor. Ja, heel mooi. Kijk dan. Met die brug ook daar, als die brug uiteindelijk af is. Zo. Ja, super mooi. Kosovo. Dit is de grenscontrole. We zijn aan het wachten totdat we aan de beurt zijn. Kunnen we onze paspoorten laten zien. We kunnen verzekeren en met een fijn gevoel in de auto zitten dat we alles op orde hebben. Dus dat is altijd wel een fijn gevoel. Je hebt geen vignet nodig hier of wat dan ook. Dus het moet allemaal goed komen. Paspoorten laten zien en doorrijden. Tenzij ze natuurlijk iets van koffers willen controleren, maar denk het niet. Ja, meestal wel bij de grens doen ze een beetje steekproefsgewijs dat ze mensen er tussenuit halen en gewoon een beetje gaan kijken. Ja, ja, dat sowieso wel. Ja. En dit is de reden waarom we eventjes hebben gevraagd bij het huurbedrijf van de auto's of we met de auto naar Kosovo mochten, naar het buitenland. En dat is maar goed ook, want we hebben de papieren moeten afgeven. Thank you. Thank you, Kalimandera. Oh, Valimandera is het. Oh. Kalimandera, wat is dat? Geen idee. Ik weet het ook niet, heb ik zelf gezongen. Valimanderi of zo was het toch? Valimanderi? Ja, volgens mij dat. Ik weet het niet meer. Oh mijn god. Maar Kalimera is in het Grieks iets. Goeie avond of zo. Goedemorgen volgens mij, Kalimera. Of Kalispera, nou, ik weet het niet meer. Kalispera, ja. Dat is goede avond. Avond. Kalimera was volgens mij ochtend. Oké, ja. Nou, ik raakte een beetje in de war. Maakt niks uit, schat. Ik denk dat hij snapte dat je... Hij moest wel lachen, dus hij vond het vast leuk. Ja. Nou goed, we hebben de grens van Albanië-Kosovo gehad. En we rijden nu nog 1 uur en 20 minuten door naar een stadje, een dorpje. Ik weet niet precies wat het is, krijgen we later nog te horen. Maar ik heb in ieder geval een adres gekregen waar ik heen navigeer op dit moment. En daar staat ons iemand op te wachten die ons meer kan vertellen en waar we blijven slapen. Dus dat is wel echt sowieso super tof dat dat kan. En wat we nog tegenkwamen in Albanië, in die straat van de pizzeria, dat was best wel gek om te zien. En als ik het goed heb, stond er elke keer meubilera. En dat betekent, lijkt mij, een meubelwinkel, want ik zag alleen maar meubels binnen staan. Dus 1 plus 1 is 2, zou je dan zeggen. Maar niet 1 meubilera, niet 2, niet 3, niet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, gewoon tientallen. Dat is gewoon bizar. Alleen maar meubelwinkels in een straat. Dat was echt absurd. Dat was zo gek om te zien. Dus heel interessant. Maar goed, op, dames en heren, naar het stadje in Kosovo. Yo, zien jullie dat? De zieke brand daar zo. Alweer, hè? Ja, ik zag in één keer helemaal zo zwart en in één keer zo rook. Ja, het is gewoon heel warm en heel droog. Maar het kan ook gewoon een opgezette brand zijn om even iets plat te maken of zo. Geen idee. Ik heb ook geen idee. Soms doen ze dat. Zet ze opzettelijk iets, een gedeelte bakenen ze af en zet ze in brand. Ja? Nog nooit gehoord. Nou, dan hoor je het hier. Ja, van jou. We hebben lekker ijsje gehaald. En Kosovo is gewoon zo mooi. Ja. Het is echt bizar. Het is zo groen en open en mooie natuur. En overal waar ik kijk, denk ik gewoon wauw. En check hier ook. Echt super mooie huizen overal. Echt die daken zijn echt super mooi. Oprecht anders dan Albanië. Ja, terwijl, dat is echt gek. Ja, terwijl het zo lang deel was van Albanië. Ja, vroeger was dit ook Albanië. Ja. Dus dat is wel gek. Maar check ook dit huis. Ziet er zo mooi uit. Ja, er staan heel veel mooie huizen. Dus ja, dit is tot nu toe echt een goede vibe hier zo. Ja. Ik had ook net een heel leuk gesprek met een man in het Duits. En toen moest ik ook weer nadenken, want ik had 2 ijs gekocht. Toen wou ik hem bedanken. Toen moest ik even nadenken, wat was het ook weer? Dus toen zat ik na te denken, zei ik zo, Valimandera. En hij zei, respect. Ja. Dus dacht ik, yeah. En dat is echt serieus de grootste aanrader en tip die ik jullie kan geven. Als je naar het buitenland gaat, net zoals dat ik nog weet, als je naar Curaçao gaat, zeg je, conta cubo. Het is gewoon, alles goed. Ja. Dat vinden ze zo mooi, omdat je doet gewoon moeite om iets te leren over hun land, over hun vaderland, over de vlag, over de betekenis, over de taal. In heel erg veel landen betekent dat heel erg veel. De eer is heel hoog, is groot, de trots. En dat is mooi om te zien. En als je dan een beetje daar moeite in steekt, je krijgt daar respect voor terug. Dat is het mooiste wat er is. Nog 3 kwartier. Let's go. We gaan een fiets kopen. Ik zeg van niet. We gaan een fiets kopen. Ik zeg van niet. Wij zijn Nederlanders en we komen aan met een cadeau en dat is een fiets. Genoeg fietsen.
We kopen er één. Maar niet voor een 1-jarig kind. Oké, okay. Even voor de duidelijkheid. De persoon waar we heen gaan, die jullie straks gaan zien, die heeft een zoontje. Echt een superlief zoontje. Adrian heet die. En die is 1 jaar. Dus ik zag in één keer al deze fietsen. En ik dacht, boem, we gaan een fiets kopen. En toen stopte ik meteen langs de kant van de weg. Toen zei, Marvin, dat kind is 1. Ja, maar je moet investeren in de toekomst, toch? En als je 1 bent, word je uiteindelijk ook 2. Nee, jij zei eerst, maar dan kan je wel fietsen met een zijwieltje. Dat zei ik eerst, ja. Zei ik, die kan waarschijnlijk nog niet eens lopen. Hij kan echt nog niet fietsen. Misschien is zijn bloedlijn wel zo sterk dat hij al eerder loopt of eerder fietst. Je weet het niet. Ja, sommige kinderen kunnen volgens mij wel lopen met 1. Maar... Snap je? Dus we gaan een fiets kopen voor Adrian. We komen aan met een fiets. Nee, ik vind dat geen goed idee. Ik wel. Ik voel me daar niet fijn bij. Dan koop jij maar iets anders. Is goed. Ik koop een fiets. Ik ga een fiets kopen. Ik neem een tasje met geld mee. Mensen, we gaan een fiets kopen voor Adrian. Let's go. Ga je mee of blijf je zitten? Nou, ik loop wel mee. Dan kan ik een beetje kijken wat voor fiets je gaat kopen. Oké, cool. Oké, hier hebben we dus alle fietsen. Je ziet hier alle fietsen staan. En we gaan er even eentje op zijn kop tikken. Tenminste, hoop dat het lukt. Schat, misschien heb je gelijk. Ik heb gegoogeld en er staat hier... De meeste kinderen leren fietsen wanneer ze ongeveer 5 jaar oud zijn. Oh nee, dat is wel... Dat staat hier. Echt? Dat staat hier op internet. Ik dacht veel eerder. Echt veel eerder. Nee, hier staat wel welke maat is geschikt voor kinderen van 3 jaar. Je kan echt wel als je 2 bent wel fietsen hoor. Ja, toch? Ik fietste toen ik 2 was. Maar niet 1. Dus het duurt echt sowieso nog 1 jaar. We kunnen beter toch speelgoed halen waar we hem nu mee kunnen zien spelen. Ja, en een fiets. Daar heb je niks aan. Jawel. Komt goed. Ze zijn hier niet elke keer. Nee, maar daarom. Als ze volgend jaar terugkomen, is hij 2, kan hij fietsen. Oké, we hebben genoeg keuze. Laten we hem dan gewoon meenemen naar een fietsenwinkel. Nee, komt goed. Ja, je hebt hier genoeg fietsen. Ja, ik begin nu wel een beetje te twijfelen, eerlijk gezegd. We gaan even verder kijken. Oké, we zijn in een winkeltje naast de fietsenwinkel. Echt een Nike sok hebben, denk ik niet. Wat? Oh, joh, in zo'n winkeltje. Maar kijk, hier heb je ook een telraam. Een telraam, oké. Ja, we moeten wel iets kopen, vind ik. Maar we komen nog langs zoveel winkeltjes. Waar moeten we per se hier iets halen? Misschien Mexicaanse saus. Nee, maar gewoon iets. Ik bedoel... We kunnen ook luiers kopen. Bij de volgende winkel weer een stop maken en kijken wat ze daar hebben. Soms heb je van die echt toeristische dingen waar allemaal dingen buiten hangen en zo. Balletjes en kneedingetjes. En dat vinden kinderen toch helemaal geweldig. Ja, dat is waar, maar ik... Dat vind een kind sowieso leuker dan een fiets waar die niks mee kan. Wat wil je daarmee doen? Veel mensen praten Duits trouwens. We werden zo net ook aangesproken, Duits. Maar goed. Oké, we gaan verder. Helaas. Mijn fietsdroom valt even uiteen. Beloof je mij dat we wel ergens anders gaan stoppen dan? Ja, tuurlijk. Oké, het is geen fiets geworden, mensen. Ik was misschien te enthousiast, oké? Marvin heeft me even geremd. Soms heb ik dat nodig. Soms moet ik eventjes geremd worden. Als ik namelijk alleen was, had ik al lang 1, misschien 2 fietsen in de auto liggen. We gaan weer verder. Ja, we gaan sowieso een cadeautje halen. Dat is wel echt een goed idee. Maar ja. Het is een kind die is veel blijer met speelgoed waar hij nu iets mee kan dan dat hij... iets krijgt en dan, ja, volgend jaar kan je er ook fietsen. Je kan nog niet eens praten waarschijnlijk. Sowieso wel. We gaan niet eerder weg tot het zegt knolpower. Ik heb geen internet hier, maar zoek maar eens op welke leeftijd kinderen gaan praten. Ja, ook vanaf 1 geloof ik. Dan ga je ook meteen fietsen, ja, toch? Ja, maar als je 1,5 bent, volgens mij vanaf 1,5 of zo pas hoor. Wanneer praat een baby? De meeste baby's tussen de 7 en 12 maanden. En dan zeggen ze mama of dada. Ja, oké, en dan? En dan leren de meeste baby's rond de 19 maanden een beetje zinnen of woorden. Ja, dus dat is 1,5 jaar. Ja, en dan... gaat fietsen. Dus knolpower gaat niet lukken, denk ik. Nou, we blijven wel lekker lang in Kosovo. Wanneer fietst een baby? Ja, ze hebben eerst zo'n loopfietsje altijd, toch? Boom! Kinderen mogen vanaf 9 maanden in een kinderzitje op de fiets mee. Dan zijn hun nek- en romspieren voldoende ontwikkeld om rechtop te kunnen zitten. Dus als je een kind meeneemt van onder de 9 maanden, ja, dan hangt hij in dat stoeltje. Problem. Ja, dat is niet goed, inderdaad. Oké, laten we rijden op zoek naar een volgende plekje waar we iets kunnen halen. Ja, we moeten echt gewoon een geniaal cadeautje hebben. Ik zit een beetje te denken waar kinderen van 1 blij van worden, maar dat zijn echt letterlijk alleen een beetje knuffeltjes en gewoon dingen waar ze aan kunnen friemelen en zo, wat geluid maakt meestal. Een fiets met een bel. Ja. Oké, sorry, ik kap al met die fiets, oké? Ik wil fietsen. Ik zit in mijn familie, ik wil fietsen. Zullen we ook niet die onderduiker fiets meenemen?
onderduiker? Of doe je dan? Oh, ik ga hem toch kopen, denk ik. Schat! Ja. Ga rijden. Nee, ik ga vragen hoe duur die is. Welke? Kijk die hier, film maar vanuit de auto. Ik ga er even die hier staat zeker. Jongen, ik wil gewoon gaan. Wacht even, schat. Misschien toch. Als die in de auto past. Nee. Is het elektrisch? Is het kapot? Nee, how it works. Maar kan stroom. Ah, is empty. Oké, okay, so you can show me how it works. Oké, sorry. Halve Holland spreekt Duits. Half Duits, half Holland. Yo, bye bye. Ah, shit man. Hij had geen stroom hier. Hij kon hem niet opladen, dus hij kon niet laten zien dat hij het deed. Maar hij deed het wel, zei hij. Alleen, ja, de communicatie was grappig, maar niet effectief. Nou, ga nu maar rijden. Shit, zie je, maar dan misschien was het ook niet bedoeld. Niet meant to be. Het was niet meant to be om hier een fiets te kopen. Maar waar dan wel? Waar komen we uiteindelijk terecht en wat gaan we kopen? Volg ons op ons avontuur om een cadeautje te kopen. Ik ben zo benieuwd. Ik heb gewoon zin om iets te kopen. Ja, en ze heeft een koopziekte. Ik heb koopdrang. Oké, okay, zal ik hem voor de Porsche gooien of voor een Mercedes? Allebei tegelijk. Oké. Okay. Combo. Kijk, zo trots zijn ze hier in Kosovo. Dat is de Albanese vlag. Maar ze hebben dus hier sinds een jaartje een nieuwe vlag. Ja, dat kunnen we later wel even vragen. Maar daar zijn ze niet heel blij mee, geloof ik. Maar hier is sowieso iets gaande waarom al deze mensen een vlag dragen. Het is sowieso iets van een bruiloft of zo, denk ik. Ja, ik zie wel heel veel vlaggen, ja. Maar ook ja, deze ook hier. Ze hebben allemaal een vlaggetje op hun auto. Ja, en ik zie ook heel veel kentekens afgeplakt met een soort van bruiloftteksten. Juist, inderdaad. Ze zijn getrouwd. We zijn er alweer achter. Hé, hey, toeteren voor de bruiloft. Ja, ja, kijk, hier komt de bruidegom, kijk. Kijk, daar is de bruid. Er zat een kind achterin. Nee, daar zat de bruid in. Oh. Mijn bruidegom. Oh, dit, wow, jeetje, hoe groot is die familie? Die vlaggen die blijven maar aan die auto's plakken. Dat is niet normaal. Ik kom erachter. We komen hier nooit weg. Nee, we moeten wel een fiets kopen nu. Wee. Ja, we moeten een fiets kopen, schat. We komen niet meer weg. Nee, zie je toch? Misschien rijden. Misschien moeten we de auto laten staan en gaan fietsen. De laatste 37 kilometer gaan we fietsen. Ik denk wel dat je er niet heel lang over doet, eerlijk gezegd. Met twee koffers per man op de fiets. Oh ja. Daar kan ik... Ah, shit, ik kom. Ja, nu! Maar ik zit te lullen. Ik kom. Daar niet meer nu. Ja, ik... Blijf kijken nu. Oké, ik blijf kijken. Nu ga ik. Een Audi kapot of deze? Yes, dankjewel. Hoppa. Nou, als we een andere winkel tegenkomen, dan zien jullie het wel. Ja, volg ons op ons avontuur. We gaan iets kopen voor het kind. En dat we daar mogen slapen. Iets. Maar wat? Kijk dit huis hierboven. Kijk hoe mooi dat is. Oh, inderdaad. Wat? Dat is echt bizar. En hier kijk je over uit. Ook heel erg mooi. Helemaal in de verte. Echt super mooi. Schat. Is er? Je hebt niks in de gaten. Nee, dat had ik niet in de gaten, maar nu wel. We staan bij een tankstation. Er staat gewoon een container in de fik. Ergens staat gewoon niemand bij. Ja, ga vooral lekker met je deo lopen spuiten, joh. Wat ziek. Wil je ook wat deo? Nee, dankjewel. Ik heb het al op van de wind via jou. Ja, er staat gewoon een hele container in de fik. Ik snap er niks van. Ik kan het zo steeds meer waarderen wat we allemaal meemaken. Is echt fijn. Het contrast van Nederland en hier is dan weer zo hoog. Dat... Nederland was niet al lang brand. Ja, in Nederland was brandweer geweest. Helemaal paniek. Bij het tankstation. Container in de fik. En hier er zitten mensen gewoon koffie te drinken. En nothing on the hand. Alles is helemaal goed gekomen, dames en heren. Een beetje rook nog, maar voor de rest niks aan de hand. Ik heb even wat te drinken gehad. Marvin ook. Ik heb een Fanta Exotic. Dit is de groene Fanta. En dit is echt een begrip bijna in Albanië, heb ik het idee. Misschien hier ook in Kosovo. Maar het wordt echt veel gedronken. Gisteravond, toen we uitgenodigd werden om te eten bij een Albanese familie. Toen dronken we ook gewoon allemaal. Iedereen, de ouderen, de jongeren, iedereen dronk de groene Fanta. De Exotic. Het is echt ziek. We gaan een meloen kopen. Perfect. Thank you. Oké. Thank you. Falimenderi. Bye bye. Boom! We hebben een watermeloen. It's a watermeloen inside a watermeloen. It's watermeloen. Inside a watermeloen. Jeetje, je hebt echt de dikste uitgekozen, hè? Kijk dan. Lekker. Is wat anders dan een fiets, hè? Ja. Yeah. De fiets komt ooit nog wel, oké? Wow, er rijdt gewoon een Lamborghini Urus met Nederlands kenteken in Kosovo. Hoe dik is dat? Even naar hem zwaaien? Ja. What? Wow, mooi. Mooi, heel mooi. Wow. Die was dik, hè? Ja, die was wel dik. Woe.
Nice. Het is de eerste Lamborghini Urus die we hebben gespot in Kosovo. Ja, en Albanië hebben we geen eentje gezien ook. Nee. Ik kon hem niet heel mooi filmen deze. Sorry daarvoor. Maar misschien krijgen we nog een kans. Misschien. Hint, hint. Ik zie wel echt veel meer mensen fietsen hier in Kosovo dan in Albanië. Ze hebben iets met fietsen hier hoor, serieus. Ja, we zijn er bijna. Het is een beetje druk. We rijden al een tijdje stapvoets. Maar we zijn op tijd voor het avondeten, hoop ik. 5:50, dames en heren. We hebben de nodige vertraging gehad. We zijn om 8:30 weggegaan. Ja, we zouden om 4:00 aankomen, weet je nog. En nu om 6:00. Maar geen probleem. We hebben het naar ons zin en we hebben er ook zin in. En Myron is echt een hele goede watermeloen babysitter. Jij zit hem soms te slaan. Dat is niet goed. Hier. Blijf af. Zie je, hij zit al de watermeloen beurs te maken. Dat vindt hij niet fijn. Nou ja, als je die vanavond opeet. Dan? Dan maakt het niet uit. Echt wel. Wedden, is dit een beursplek? Daar hadden we ook een meloen kunnen kopen. Kijk hoeveel die er heeft. Of een wasmachine. Ze verkopen hier echt alles hier. Ja, ja, daar. Ja? Ik zweer het je. We gaan naar rechts. Wow, dit is echt ziek, ja. Ja, ik zie het ook. Oh my god, yes. Wow, we zijn langs zoveel tankstations. Yes, RS6, dat is veel donder. Donder, hè? Nu hebben we het gezegd. Oh, boom, let's go. Gas erop, hier. Pakken. Ja, gaan. Ja. Blijf jij lekker veilig met je watermeloen hier. Ja, ik hou hem beet. Pak hem beet, pak hem beet. Hoppa. Jeffrig. 6 dikke blikken. Zo. Hoppakee. Boom. Ja, dit is de favoriet van de man waar we heen gaan. Dan moet ik wel even meenemen als cadeautje ook dan. Dames en heren, we gaan de markt op. Kijk waar we zijn, we rijden gewoon een markt op. What? Check dit dan. Geniaal. Oh, dit is wel een vibe hoor. Oh, we zijn de lul. Waarom? Ja, navigatie geeft aan naar links en we mogen hier alleen maar naar rechts. Ah! Ja, loop maar door, sorry. Oh, we zijn zo genaaid door Google Maps. Nee, we kunnen hier misschien keren. Hier keren? Schat. Oh, wat erg. Oh. Zo irritant. Oi, oi, oi. Hey, je kan ook nu hier langs. We moesten daarheen. Ga hier. Ja, kunnen we rechtdoor? Ja. Zeker? Ja. Hier moet je ook naar rechts. Dus. Oh my god, ik moet eigenlijk rechtdoor hier, zegt de navigatie. Hoe wil ik hier rechtdoor? Wat? Ga met de watermeloen. Hij houdt zich helemaal stil, gelukkig. Oké, okay, mooi zo. Maar je rijdt ook wel rustig, moet ik zeggen. Dat is wel fijn. Stapvoets, dat is wel goed. Ja. Dat doe je toch? Ik kan ook echt geen kant op. We zijn net die markt voorbij en we staan alleen maar stil. Nou, we zijn gewoon aan het chillen, toch? Kijk, die cable management daar dan. Wow! Oh my god, over cable management gesproken inderdaad. Wow, waar kijk ik naar? Dit is gewoon een spinnenweb van kabels. Ja, iedereen trekt het gewoon daar langs. Ja, kijk die kabels daar verderop. Het is gewoon, het lijkt wel alsof iemand zegt, ik heb geen internet. Oh, ik leg wel even een kabeltje. En dan van kabel van die naar die. En als er dan een kabel niet meer nodig is, oh, lekker laten hangen joh. Waarom zouden die weghalen? Nou, besef dat het bij ons ook zo is, maar dan allemaal onder de grond. Ja, alles onder de grond. Ja. Maar in best wel wat landen zit alles nog boven de grond qua kabels. Het is niet alleen hier natuurlijk. Maar dit zijn wel heel veel kabels hoor. Ik heb het nog niet zo erg gezien. Kijk, is weer iemand aan het fietsen. Zie je dat? Ze houden echt van fietsen hier, ik weet het zeker. Check dit, deze kabels. En daar ook, daar verderop. Oh, die lens is te goed. Die stelt soms scherp op die vliegjes hier op het raam. Yes! Ja, piepende bandjes. Ga je noodstop maken? Yes! Yes! Let's go! Ik was we hebben het gehaald! Wat is dat? Ja, goed met jou. Hey, hoe is dat? Heb je watermeloen gekocht? Ja, voor jullie. Top man. We zetten de auto neer, ja? Nee, rij maar achter me aan. Meteen al? Ja toch? Hallo! Dus we checken elkaar boven. Oké, is goed, is goed. Ik spreek je zo, ja? Alles goed? Ik rijd samen met jullie. Ja, goed. Ja, tuurlijk. Kijk dan. Oh, wat een mooie auto ook, hè. Oké, we rijden achter hem aan. Hij krijgt sowieso voorrang met die auto. Holy shit. Dat hebben we geleerd, hè. Geleerd. Ja, we hebben geleerd. De dikste auto krijgt de meeste voorrang. Dus ja. Als we achter deze auto plakken... Hé, de tweede Urus gespot. Wow. Nee, maar even serieus, hè, schat. Dit is mijn lievelingskleur, hè. Dat weet je, hè. Ja, maar dat heeft... Ja. Albert toch al? Ja, maar je moet dat wel ooit een keer doen. Gewoon blauw. Je hebt toen een keer 50-50 gedaan, maar dat was 50%. Ja, klopt. Dat is waar, ja. En toen ik hem ooit 50-50 had in deze kleur, toen zei Marvin, schat, waarom doe je dan niet hem helemaal deze kleur? Nee, en dat is gewoon letterlijk deze kleur van Albert. Ja, dit is wel spannend. Oh, heel inderdaad. Oh, zijn velgjes. Kijk uit, alsjeblieft. Nee. Oh, gast. Oh, dat gaat net goed. Dat ging echt net goed. Oh, dat ging echt net goed.
En bij mij gaat dan helemaal fout, weet je wel. Wow, ja, die auto is dik. Hij heeft een hele dikke kont. Oh, hij gaat er schuin overheen. Dikke akka. Dikke akka, veel grip, toch? Nee, maar hij heeft een bodykit. Hè? Kijk maar, hij is breder. Ja, hij heeft een bodykit erop. Ja. Oeh, dat ga ik straks even vragen. Oeh, dat ga ik straks ook even vragen. Nee, maar of we doen de Boxster in deze kleur. Ja, dat is jouw keuze, dat is jouw auto. Dat mag ook natuurlijk. Dat zou ook wel leuk zijn. Laat mensen maar reageren wat ze willen. Of de Lambo of de Boxster in blauw. Laat mensen, jij praat nu tegen ze. Hé, mensen. Reageer eens. Of de Boxster of de Lambo. Of beide. Nee, beide is te gek. Wow, is die hier? Oh nee, dit is Samatti misschien. Ja, hier. Maar kijk wat hij op zijn... Oh ja, het is het wel, inderdaad. Hoi, yo. Hallo. Moeten we hier... Laat staan. Oh, meen je. Hallo. Everything good? Oké. Okay. Ja, volgens mij kan de opa van Albert alleen Albanese. Als ik dat zo doorhad net. Ik denk het ook, maar we hebben een goede tol. Oh, die zon. Oh. Ja, Albert zei al dat hij helemaal bovenaan de berg woont. Echt? Ja, hij zei dat hij helemaal over zijn stad heen kijkt. Echt? Ja. Oh, dat is wel goals dan. Ja, sick toch? Ja. Als je hier vandaan komt en nu gewoon een huis daar hebt kunnen kopen. Oh, hier is het. Hier. Oh ja, ze kunnen wij. Oh, 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 oh. Schat, 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 schat. Rustig. Iets meer snelheid. Ik heb het idee dat deze auto niet zoveel pk's heeft. Waarom zit jij het schat te roepen? Ja, weet ik ook niet. Dat is gewoon fijn, toch? Schat, 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 schat. Oké, ga het nog een keer proberen, hè? Ja. Hoi. Hij komt de berg niet omhoog. Ja! Oh mijn god. Oh my god. Hoppa, en we zijn binnen. Boom. Nice. In de P. Kijk, voor jou en je broer. Oh yeah, monster blikken. Ik heb echt weken lang zitten zoeken. Ja. Die kan je haast nergens vinden, hè? Nee, hier in Kosovo iets makkelijker, maar in Montenegro vonden we ze helemaal niet. Nee. Alleen maar van die rare energiedrankjes allemaal. Ja, ja. En niet zero. En ik moet dit is zero, hè? Ik moet zero hebben, ja. Nice. Kom binnen. Oh, daar zijn we dan. Dus mijn moeder. Hallo. Ze staan toch altijd op. Hallo. Enzo. Hi. Leuk je te ontmoeten. Hi. Enzo. Hi. Alles goed? Hi. We hebben elkaar eerder gezien, hè? Ja, 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 ja. Ik ben niet vergeten, hoor. Oei, oei, oei. Wat een plek. Ja, super. Wat een plek. Ja, leuk, toch? Nice, hoor. Niet normaal. Echt mooi. Hoe noem je het stadje? Is stad of een dorp? Nou, dit is Peja. Peja. En waar wij wonen is zeg maar Zatra. Dus zeg maar de buurt of zo, de wijk. Ja, de wijk eigenlijk van, maar het is echt 2 minuten van de stad af. Oké. Okay. Alleen, wij zitten echt in de bergen. Maar dit is waar mijn vader is opgegroeid. Dus mijn vader die woonde... Het huis vroeger was echt een huis voor jou. Hoe groot zal het zijn? 1 kamer of zo? 1 slaapkamer? 2 kamers. 2 kamers. En mijn moeder is daar ook uiteindelijk gekomen toen ze dus met mijn vader samen werd. Ja. En mijn moeder woonde dus waar mijn opa zag. Oh ja, daar dus zo. Ja, ja, ja. Ze woonde eigenlijk maar opa staat. Praat alleen Albanees. Ja, 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 ja. Albanees. Maar hij heeft veel Nederlanders al gezien. Ja? Ik heb al best wel wat vrienden mee. Oh, oké, oké. Ik dacht gewoon eten duimpje, man. Ja. Ja, maar zij woonden dus echt in dezelfde straat. Alleen vroeger had je hier helemaal geen asfalt en zo. Het was gewoon echt... Wow, de wegen zijn hier zoveel beter in Kosovo dan in Albanië. Oké. Okay. Ja? Het is zelfs hier niet echt wat het zijn moet. Oh ja, het is echt goed. We hebben echt lekker gereden hoor hier. Ja. Maar sowieso... En de grenscontrole was super nice. Ja, en, ik zei wat aan. En hoezo praten zoveel mensen hier Duits? Ook gewoon de Albanese zelf? Ja, want ik kwam binnen en het enige wat ik kan zeggen is... Follow my daddy. Ja. Dus ik had wat gekocht en ik kreeg geld terug. Ik zei follow my daddy. Het zei niet meteen respect. Maar hij zei Deutsch. Ik zei, ik spreek keine Deutsch. En toen zei hij... En toen begonnen we Duits te praten opeens. Je hebt hier gewoon zeg maar... In de oorlog, in de jaren 90, zijn heel veel mensen gevlucht. En de meeste zijn gevlucht naar Duitsland en Zwitserland. Okay. Dus in Zwitserland heb je volgens mij 1 miljoen Albanese. En in Duitsland heb je er ook echt overdreven veel. En misschien vandaar. Elke zomervakantie, daarom dat het zo druk is. Want wij hebben helemaal geen zee of iets. Maar het is zo druk, omdat eigenlijk iedereen die ooit gevlucht is in de jaren 90, die komt in de zomer terug naar zijn eigen land. En die hebben ook allemaal kinderen gekregen. En er zijn dus zoveel Duits sprekende Albanese hier, dat de mensen die hier wonen, die krijgen er zoveel mee te maken, dat ze ook Duits zijn gaan leren, zeg maar. Ja, blijkbaar, ja, ja. Nederlands kunnen ze niet, omdat in Nederland zijn er gewoon heel weinig Albanese. Ja, maar Nederlands is ook gewoon veel moeilijker, denk ik. Ja. Ja. Dus dat is een beetje het ding. Ja, en hier is mijn vader opgegroeid. Dit is van mijn opa. Hier kom je sowieso 1 keer of vaker per jaar, of?
Ja, wij komen wel 2 keer per jaar ongeveer. Mijn vader komt 4 keer per jaar. Oh, echt super mooi. Je moet komen, want we zijn nu een half jaar niet geweest. En ja. We kregen gelijk schimmel binnen. En water was, het had heel hard geregend. Dus er was allemaal water binnengekomen. Ah, okay. Dus dat is wel, ja, het huis staat er. Maar ja, als je hier 1 keer per jaar komt, dan... Ja. Het is wel echt super mooi. Kijk hoe dit eruit ziet met die palen en zo. Jeetje. Hebben jullie dit zelf gebouwd? Ja. Wow, echt niet normaal. We hebben er een jaar over gedaan. Dus we hebben uiteindelijk de hele grond hier en hierboven heb je nog een berg, is van mijn opa geweest. En die heeft het toen verdeeld. Dus daar woont mijn oom, daarachter woont mijn andere oma, die is overleden. Dit stukje is dan van mijn vader. Dus ik kan gewoon bij de hele straat aanbellen, yo! Ja, dit is echt allemaal familie. Daar woont mijn tante. Echt? Hier. Serieus? En daarboven woont mijn andere tante. Dus ik kan bij iedereen een kopje koffie drinken? Ja, ja, ja. What? We kunnen het eigenlijk ook nooit verkopen, want dan komt er zeg maar een onbekend iemand tussen de familie wonen. Snap ik. Dus dit zal altijd gewoon... Weet je, bij deze laat me weten als het te koop staat. Ja? Geen probleem. Nee, dat kan wel. Ja, echt super. Mooi meisje. Schatje, waar zijn we opeens? Zo, we hebben gewoon een mooiere kamer dan elke hotelkamer tot nu toe. Dat is echt niet normaal. What? Check dat. Oh, weet ik ook niet. Gewoon een blijheidsdansje. Okay. Gewoon dat ik blij ben, vrolijk. Ik ben ook blij. Dit is echt nice. We hebben echt een super mooie kamer hier. Kijk dan, een heerlijk bedje. En hier gaan we gewoon 2 nachtjes slapen, hoe lief. We gaan eventjes opfrissen, even omkleden. En dan gaan we lekker eten. Albert, oftewel Kosso. Voor de mensen die denken, waarom zeg je elke keer Albert? Maar Kosso, zijn naam is Albert. Dus dan noem ik hem ook bij zijn naam. Albert die heeft ergens, volgens mij een stadje... een restaurantje, een reservering geplaatst. Dus daar gaan we eten. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan even omkleden, opfrissen. En dan gaan we er vandoor. Maar hoe lief is dit dat we hier kunnen blijven en zo. En... super lief. Ja, echt nice. En het is echt bizar mooi hier. Dus we gaan hiervan genieten. Oké, we gaan er vandoor. En check hem eventjes van dichtbij, dames en heren. Wat een bak, hè. Niet normaal. Er zit dus inderdaad een bodykit op. Een Novitec bodykit. Ja, en hij is in een super mooie kleur. Blauw is hij gewrapt. Het is zo'n gruwelijke auto. Niet normaal. Maar dat is de eerste keer, denk ik, dat ik van zo dichtbij de Novitec bodykit op de Yuru zie. Hij is echt gruwelijk. Oh, ik ben bijna aangereden. Je bijna... Lag ik bijna onder de Novitec. Oei. Welkom in Kosovo. Yes, Kosso rijdt over en zijn vloer. Hadden we hem bijna te pakken, ja. Zo, ja. Wow, dit voelt vertrouwd om in deze auto heb te stappen. Heb je hem gemist? Ja. Ja, sowieso. Niet normaal. Elke keer als ik terug ben van vakantie, maakt niet uit waarheen. Ja. En ik kom thuis en ik zit in mijn auto en dan heb ik zoiets van holy shit, dit is ziek. Ja, dan heb je hem even weer niet gehad, zeg maar. Klopt. Je went eraan als je er elke dag in rijdt. Ja, dat is niet normaal. Maar je mag er ook in rijden. Je hebt meer ervaring dan ik in een Urus. Ik vind dat zo gevaarlijk dat je dat zegt, want hier met deze omgeving. Ik heb nu 46.000 en ik heb hem gekocht met 30.000 en ik heb hem pas 3 maanden. Ja, dat gaat hard. Het gaat echt hard. Maar ja, ze hebben serieus met deze auto hierheen gereden. Dat is 2300 kilometer. Bizar. Dat is leuk, want je komt langs Oostenrijk, Kroatië, Bosnië, Montenegro. Dus het is ook al, daar begint onze vakantie eigenlijk al. Ja, snap ik. Ja joh, qua uitzicht en zo is het hier zo mooi, dames en heren. Kijk dan, wat voor plekje. Ongelooflijk. Check dit, dames en heren. Hij pakt hem met de hand, zegt hij. Hij kan hem met zijn hand pakken. Kan je tegen hem zeggen dat ze van Nederlandse vinger houden? Want ze komen niet bij hem. Wat wist je in Hollandese te doen? Jammer man. Hij gaat brood halen. Ja! €5 Let op, ik heb het geleerd nu. Hij gaat ook meten. Ja, kijk! Ja, daar heeft hij hem. Hij heeft hem zo easy. Bravo. Kom schat, kom. Let op, hè. En zo hebben we honger. Ik zweer, dat was er bijna. Kom schat. Ik had hem, soort van. Never give up. Yeah, let's go. Yeah. Oh,
Oké, ik ben helemaal nat. Mijn hand is ijskoud. Maar we gaan eten, we gaan naar de tafel. Oei, mijn hand is ijskoud van het zo lang proberen. Maar het is gelukt, ik had hem vast. Oké, we gaan hier eventjes lekker wat eten. Hoe nice. Zo'n goede vibe nu al. We zitten dus op een heerlijk plekje hier, bij het water. En we hebben hier iets voorgeschoteld gekregen. Ik heb geen idee wat het is. Wat hebben we hier, Albert? Nou, we hebben hier traditioneel brood. Ja. Dat noem je, hoe noem je ook alweer het brood? Fagotch. 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 Tina kan het ook wel uitleggen. Ja. Fagotch. Wat is dit? Dit is een spits aan de ei. Dus dat is een bepaalde yoghurt in. Oké. Hou ik van. Super lekker. En dit is koolkroon. Dat ziet het lekkerst uit. Paprika, ja, dat is echt super lekker. Paprika. Oké. Ja, en hier hebben we sujuk. Sujuk. Ja, dat is worst. Ja, dat is eigenlijk worst, maar echt Albanees worst. Ja. Oké. Dus dit wordt hier echt dagelijks gegeten eigenlijk door de mensen die hier wonen. Ik vind het heerlijk. Het is denk ik voor jullie even aanproeven en even wennen. Maar het is echt Albanese worst. Dus, en dat wordt ook vaak in zo'n saus gedaan. Ziet er goed uit hoor. Ik vind het heerlijk. En, nou, gaan we even proeven toch? En dit is trouwens een soort tzatziki. Kas noemen we dat. Kas. Dat is eigenlijk yoghurt ook. Ja. Mix met knoflook, met zout. Dit wordt eigenlijk dagelijks gegeten door. En hoe zeg je eet smakelijk? Boft meer. Boft meer. Te boft. Meer. Te boft meer. Ja. Te boft meer, ja. Te boft meer. Ja. Oké, eet smakelijk. We hebben een beetje een domme keuze gemaakt door eerst te gaan eten en nu pas naar de waterval te gaan. Dus je hoort superveel lawaai van de waterval. Ik kan jullie vertellen, het is heel mooi. Maar je ziet er niet heel veel van. Maar het is wel heel mooi. Dus alsjeblieft, vertrouw me op mijn blauwe ogen dat het heel mooi is, oké? Dan kan ik met flits laten zien. Allemaal flitsen erbij. Ja, je ziet al meer hoor. Wow. Ja, mooi plekje dit. Mooi plekje. Dankjewel. Oké, we gaan, ondanks dat het donker is, wel gewoon de weg vervolgen. En we gaan omhoog naar een grot ergens. Ik ben echt heel erg benieuwd waar we uiteindelijk terechtkomen. Door die zaklamp zie ik echt bijna niks. Maar is het zo'n mooie grot dat we die in het donker moeten bezoeken? Of weet je het niet? Wat zie je? Gaan kijken waar we heen moesten. Je ziet nergens bordjes links rechts, hè? Oh ja, dit is hoe de waterval eruit ziet, mensen. Hier, pretjes. Pretjes? Een lizard. Zeg dat in het Nederlands. We zijn ietsjes dichter bij de waterval gekomen, mensen. Ja, je ziet hem wel, je hoort hem zeker. Ja, je hoort hem zeker. Daar gaan we helemaal naartoe, hè, schat? Ja. Een grot in. Ja. Was mee. Dat is zo'n goed idee, wel. Wel avontuurlijk om dit in de avond te doen. Doe jij de waterval even dicht? Ja. Wow, koude wind. Ja, dat komt echt van wow, er komt een hele koude wind hier vandaan. Dit is allemaal super koud water. Zo, dat zou ik echt eng vinden om hier nu te zwemmen. Albert die vertelde mij net wel echt iets super interessants. Want jij vertelde, het alfabet in het Albanees is heel anders dan in Nederland. Ja, we hebben volgens mij iets van 10 letters meer dan het Nederlandse alfabet. Dus als ik zeg maar zeg A, B, C, D, E, F, G, wat zeg jij dan? Ik weet niet precies in welke volgorde hij zit, maar je hebt bijvoorbeeld twee keer de L. Dus je hebt de L en je hebt de L. Je hebt de R en je hebt de R. Maar heb je niet zo'n liedje zoals Nederlands? Jawel, maar die ken ik niet. Oh. Ja, je hebt ook de tje en de dje. Oké. En nog een paar. Maar noem dan eens twee woorden die dan met tje en met je zijn. Wow. Ik overval je wel. Dat is het moeilijkste. Dus de je en de tje. Ja. Je hebt jealous, jaloers. Dat is GJ. Oh, maar dat klinkt wel als gewoon jealous. Jealous, ja. Alleen wij schrijven dus met GJ. Dat is de je. En dan heb je de je. Jumi. Nee, Jumi is ook GJ. Ik heb een andere. De Choban. Is met een Q weer. Choban is met een Q. Ja, dus Choban is eigenlijk een soort van iemand die schapen. Een herder. Een herder eigenlijk, ja. En stel voor, ik wil vrienden maken hier in Kosovo. Wat kan ik zeggen van, yo, je bent mijn vriend of zo? Kun je zeggen, Tia Shokiem. Tia Shokiem. Ja, je bent mijn vriend. Ja, dat ga ik zeggen, ja? Tia Shokiem. Tia Shokiem. Ja, T. Tia Shokiem. Oké, dus als ik nu naar je broer ga en ik zeg Tia Shokiem. Ja, gaat hij leuk vinden. Oké, is goed. Oké, we gaan even naar de broer van Albert. Tia Flaviem. Je bent mijn broer. Ah, Tia Flaviem. Ja, Flavi. Tia Flaviem. Ja, Tia Flaviem. Tia Flaviem. Oké, we gaan het onthouden. We gaan nu lopen. Tia Flaviem. Tia Flaviem. Wow! Oh my god! Wow, yo! Wow! Tina, jongens.
gaat. Ik dacht serieus, wat is dit? Wow! Ja, wow! Het is gewoon een junkie of zo die er zit. Ik dacht serieus, ik weet niet wat hier gaande is, maar... ook ik had niet verwacht dat jij dat zou doen, Dorentina, daar zou zitten. Ik dacht serieus... Dorentina nog niet, dat is best grappig. Ik dacht serieus, Myron heeft het dekentje van Dorentina. Hey, Bessard. Ja, bro. Oh, jij zei bro. Ja. Jij zei ja, bro. Ja. Thea Flaviem. Thea Flaviem. Thea Flaviem. Let's go, let's go. Goed zo, man. Ja, toch, Box? Respect. Dat is een groot woord hier, hè? Ja? Dat is een groot woord hier. Maar hoe zei je ook weer vriend? Want als ik tegen iedereen zeg, je bent mijn broer, is wel een beetje gek. Shokiem. Shokiem. Thea Shokiem, ja. Thea Shokiem. Ja, en vriendin is Shotjaem. Oké, ik hou het bij vriend. Thea Shokiem. Oh, is echt moeilijk hoor, serieus. Maar ik doe mijn best. Nee, maar je doet het al heel goed. Hey, weet je al hoe je zegt goedemorgen vanmorgen? Nee. Miriam en JC. Miriam en JC. Miriam en JC. JC, ja. Miriam en JC. Miriam en JC. Dus goedemorgen. Miriam en JC. Oh ja, je moet hier gewoon tickets kopen. Ja, je moet hier serieus tickets kopen en daar is de grot. Zo, er komt een kou hier vandaan. Zo, er komt echt een kou uit deze grot. Niet normaal. Het is toch wel een beetje eng of zo hoor, in donker zo'n grot. Ja, goed. In ieder geval, de grot is dicht, dus we kunnen niet bezoeken. Je moet blijkbaar tickets kopen, maar misschien een andere keer. Ja. Schat, waar zijn we nou? Ja, bij andere Joeroes. Bizar. Kijk dan, het is de derde Joeroes die we tegenkomen. En deze, ja, wat vinden jullie, dames en heren? Welke is mooier, de rode of deze blauwe? Myron die zou meteen voor deze gaan. Ja, en ik denk toch dat ik voor deze zou gaan. Maar goed, het blijven allebei bizarre auto's natuurlijk. Echt bizar. Kijk ook hoe dit erbij staat. Heel dik. Waar zijn we nu? In het stadje? Ja, we zijn nu centrum... Oh, trouwens, ik wil jullie wat laten zien. Ik wil jullie wat laten zien. Oh, ik word herkend. In Kosovo! De eerste keer dat ik herkend word in Kosovo! Oh, ja. Ja, man. Heel veel mensen zijn echt trots dat je hier bent. Dat dus is mooi om te horen. Toch een icoon in Nederland die ons land komt bekijken ofzo. Oh, leuk om te horen. We hadden 20 jaar geleden nog oorlog hadden hier, weet je wel. Dus dat is voor ons echt trots. Dat is mooi om te horen. Ik wil ze even wat laten zien hier, van jouw oom. Want we zijn nu zeg maar, dit is het bekendste hotel in onze stad, Dugagini. Dugagini. Ja, dit is echt heel luxe en mooi van binnen. Ja. Dat wilde ik eigenlijk voor jullie boeken als jullie niet bij mij thuis wilden. Vinden we jullie gezellig. Ja, toch? Ja, is een beetje de stad zeg maar, waar iedereen een cafeetje gaat of wat gaat eten. En dit is dus Peja. 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 Ja, Peja. Peja. P. Kan je ook zeggen, P. P. En hier zie je zeg maar alle... Ja, kan ik je wel laten zien, is wel leuk. Ja, een beetje geschiedenis van P. Peja. Ja, hier staan heel veel mensen die zijn doodgegaan in de oorlog. Die hebben gestreden voor ons land. Helemaal bovenaan. Is nu dat logo zag ik ook wel op jullie huis. Ja, dat is eigenlijk ons leger geweest die voor onze vrijheid ging strijden. Geen officieel leger, omdat wij dat niet mochten hebben omdat we bij Servië horen. Ja, het leger bestond uit burgers van jullie. De oom van Dorentina, die was 25. Toen hij is overleden, die is al op zijn 20ste is die, zeg maar, dat leger ingegaan. En zo waren er nog honderden jongeren van 18, 19 die moesten gaan strijden voor dit land. En je ziet ook bovenaan, is een beetje vervaagd, maar er staat Adriaan Krasnitsje. Dat is de oom van Dorentina, zijn naam. En zijn standbeeld staat erachter, kunnen we ook even naartoe lopen. Ja, maar dat is eventjes voor de beeldvorming voor de mensen, is wat inderdaad Albert net zei. Is dat 20 jaar geleden was die oorlog en nu is het zo veranderd in één keer. Super. En vroeger was het zo dat Kosovo bij Albanië hoorde. Het was gewoon één. Ja, groot Albanië. En dat is toen uit elkaar gegaan, want... Ja, in 1912, kijk... Groot-Albanië is eigenlijk 500 jaar onder druk geweest en in bezit van het Ottomaanse Rijk. Ja. En in 1912 is Albanië onafhankelijk verklaard in het Verdrag van Londen als eigen land. Daar kregen we ook onze vlag terug met de adelaar. Ja. Alleen de provincie Kosovo is niet meegenomen in die onafhankelijkheid en is eigenlijk een soort van gestopt bij Servië. Ja. Dus vanaf 1912 tot 1998, waren wij in bezit van Servië, terwijl wij eigenlijk een andere taal hebben, een andere cultuur. Wij horen bij Albanië, wij zijn ook Albanese. Alleen nu noemen ze ons Kosovaren, omdat we nu een eigen land zijn. Maar eigenlijk zijn wij ook Albanese, net als in Albanië. Ja. En stammen af van de Illyrians. Dat is het oudste volk uit de Balkan. Hoe heet dat? Illyrians. Illyrians? Ja. Okay. De zoon van mijn broer heet ook Illyrian. Okay. Snap je, hebben we ook daar naartoe benoemd. Ja. Dus ja, vanaf 1912 tot 1999 bijna onder druk geweest door Servië.
En in 1999 de oorlog zeg maar soort van gewonnen, ook met behulp van Amerika, maar ook door de UÇK. Dat zijn dus al die jongeren die een eigen leger gingen vormen om te strijden voor ons land. En hun zijn de reden dat wij nu hier mogen staan en op vakantie kunnen komen. En dat we onze kinderen ook kunnen laten zien waar hun vandaan komen. Ja, en je hier wat veiliger kan voelen dan toen. Ja, ja, ja. Maar om nu zomaar te zeggen, Kosovo komt weer bij Albanië, lukt gewoon niet. Er zijn wel gesprekken over van, hey, zullen we weer gewoon als groot Albanië naar buiten toetreden? En één vlag, één... Want wij representen ook nog steeds de rode vlag met de zwarte adelaar. Ik zie bijna meer vlaggen van Albanië hier dan in Albanië zelf. Want niemand staat eigenlijk achter de nieuwe vlag, want dat represent ons gewoon. Ik vind de rode ook mooier. Ik ook, ja. De blauwe heeft ook wel wat, maar de rode, ja, is wel gewoon trots van Albanië, denk ik. Heel veel mensen hebben ook de adelaar als tatoeage. Mijn broer en mijn vader hebben ook een tatoeage met de adelaar. En dat is gewoon, dat is gewoon onze trots. Ja, dat is mooi. Ja, bijzonder hoor, dat dan ook de oom van Dorentina hier gestreden heeft en dan een eigen standbeeld. Ja, dat is mooi. Ja, dus we hebben ons zoontje benoemd naar de oom van Dorentina. Als eer. Ja. Ja, super bijzonder. Het zoontje trouwens van Albert, die hebben ze even gebracht naar oma. Ja, maar, dat wij met z'n tweeën kunnen genieten. Ja, zoals en met de vrouwtjes. Dus dan hebben we even alle rust, anders alle kinderen eromheen en zo. Maar dat had Albert zelf bedacht hoor. Ik zei niet van, ik kom niet als er geen kinderen zijn. Misschien heeft Enzo en Myron ook ooit een kindje kunnen samen met de kids op Wie weet. Weet je wel, je moet echt serieus de vlog kijken. Want wij hadden, tenminste, ik had zoiets grappigs in gedachten wat ik wilde kopen voor je zoontje. Okay. Maar we gaan nog iets kopen voor je zoontje, maar ik weet niet of het is wat we wilden kopen. Okay. Nee? Kom op, we zijn Nederlanders. Oh, dan. Nee, dat moeten ze later maar kijken in de vlog. Okay. Ja, ik krijg je later wel te zien. Komt goed, komt goed. Ik ben benieuwd. Echt een groot standbeeld. Dit is jouw oom. Ja. En nu gewoon de naam van je zoontje. Ja, precies. Dat is wel echt super mooi hoor. Wow. Mooi hè? Dit is wel echt super mooi. Het is indrukwekkend om te zien hoor. Ja. Dat is echt indruk. Het is echt, wow. Ik heb een foto gezien, maar ik wist niet dat het zo groot was. Ja. Laatst was 25 jaar dat hij overleden was. Dus hij zou nu 50 zijn, want hij was op zijn 25ste overleden. En nu, 25 jaar later, waren we hier en was het leger ook hier. En dat was wel een mooie ervaring. En dan had ik mijn zoontje dus bij me. En toen zeiden ze ook van, wat zeiden ze iets van, 25 jaar geleden is een legende overleden, maar we hebben nu een nieuwe erbij die zijn naam mag eren, weet je wel. Oh, dat is wel super dat mooi. En dat was wel heel mooi, omdat iedereen zei gewoon van, we hopen dat hij zeg maar op hem lijkt, maar we hopen wel niet dat hij zijn lot deelt, wat hij heeft gehad, snap je? Ja. Dus dat is wel, was wel mooi. Ja, super emotioneel. Echt en bijzonder hoor. Het is mooi omdat ik zeg maar, ik heb geen broer gehad. Dus we zijn met 5 meisjes thuis altijd geweest. Je hebt 4 andere zussen. Ik heb nog 4 andere zussen. En het leek altijd van, oké, met mijn vader en met hem was het eigenlijk zo'n beetje van over. Dus daar was het klaar mee. En mijn moeder heeft altijd eigenlijk gezegd, als ik ooit een jongetje zou krijgen, dan zou ik hem heel graag Adriaan willen noemen. Ja. En toen ik dus zwanger was en ze hoorden te krijgen dat ik een jongetje krijg, toen was eigenlijk ons eerste gedachte vooral van Albert van, hey, zullen we hem niet Adriaan noemen? Ja. En jouw oma. Ja, precies. Want haar oma leeft ook nog, dat is de moeder van hem. Ja. En die kwam ook naar ons toe toen zij zwanger was en zei ze, zouden jullie hem Adriaan willen noemen? Ja, serieus? Jazeker, weet je wel. Wow, dat is heel juist mooi. Juist een eer om dat te doen. Ja. Want het had ook anders kunnen zijn. Het had ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld de moeder of de vader zegt van ja, liever niet, want dat maakt me dan continu emotioneel. Of een ja, ook in de denken zo, ja. Maar we vonden het juist heel mooi. Super mooi. Dan dat is wel, dat is wel mooi midden in de stad. Zeker weten. Bijzonder hoor. Nou, mooi dat jullie dat delen met ons. En met de kijkers natuurlijk. Ik bedoel, ik ben super slecht, heb ik al zo vaak gezegd, in topografie. Dat is echt zo slecht. Dus toen ik Kosovo hoorde, was letterlijk een week geleden dat ik voor het eerst dat hoorde. En dan om nu dit zo, dit verhaal mee te krijgen, is natuurlijk super mooi om meteen dit allemaal te leren en te weten. En de gelukkig heb je Myron bij je. Die is wat beter. Ja, Myron is beter met topografie en dingetjes en zo. Nee, maar dit vind ik echt super interessant. En ook mooi om te kunnen delen met het platform wat ik heb. Beetje geschiedenis nog. Ja. En in Nederland, jullie zien het ook waar we gisteren bijvoorbeeld zijn geweest. In Nederland zijn zoveel dingen vanzelfsprekend. En zoveel dingen nemen we voor lief. En we hebben in Nederland best wel snel wat dingen te klagen. Maar als je beseft dat iets is meer dan 20 jaar geleden hier bijvoorbeeld nog oorlog was. Er zijn natuurlijk nog steeds in verschillende landen soorten oorlog of grote andere oorlogen. Ja, daar staan we niet bij stil. Het leven gaat allemaal zo snel. In Nederland hebben we het allemaal zo goed. Dus dan zijn dit soort dingen wel even mooi om bij stil te staan. Ja, je raakt er nooit over uitgesproken. Dat is één ding wat zeker is. Je kan er altijd over door blijven praten. En het leven is eigenlijk altijd oneerlijk. En je zou haast zeggen, je moet geluk hebben waar je wordt geboren en wat je om je heen hebt. Ja,
Het is echt een oneindige praat die je erover kan houden. Maar goed, in ieder geval voor nu, dit is wel eventjes mooi om mee te krijgen hier. Waar zijn we, schatje? Ik heb geen idee. We zijn chillen bij de Shisha Lounge. We zijn chillen bij de Shisha Lounge. Lekker muziekje erbij. Shisha pijp erbij. Hey. Nee, gaan we niet doen hoor. Wel leuk hè? Wow, yo, wat heb je allemaal meegenomen? Dit is drie liedjes. Ja. Nou, daar zitten we dan. Voor de eerste keer in de Shisha Lounge. Oké, dames en heren, dat was de ervaring hier in de Shisha Lounge. Ik ben nog nooit bij een Shisha Lounge geweest. Maar hier zat het dan bijna helemaal vol. Iedereen aan zo'n ding te lurken. Kijk, hier zie je nog die Shisha pijpen staan. Maar hoe het zeg maar werkt is, je hebt tabak, dat zit daarin. En dan heb je van die kolen. En dan gaat dat via die slang. En dan zuig je daaraan en dan heb je rook. En dat kan dan met een geurtje en zo. Maar het was een goede vibe. We hebben echt superleuke gesprekken gehad. En we hebben hier echt lang gezeten. Het is nu gewoon 2:50 s'nachts. Dus besef even hoe lang we al wakker zijn en onderweg zijn geweest met reizen en alles. Maar omdat het gewoon zo gezellig is en we hebben zoveel dingen te bespreken. En het is echt heel gezellig. Het is echt hartstikke leuk. Maar goed, ze zijn volgens mij al lang dicht. Dus we gaan er vandoor. What? Check dan. En hij wil hen ook niet pijn doen. Wow, yo, wow, yo. Hoezo vallen ze die auto aan? Die honden vallen die auto aan. Daar. Kijk dan, wat? Nee, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. Oh mijn god, die honden vallen allemaal die auto aan. Maar dat was zo lijp om te zien, gewoon in één keer een hondenaanval op een auto. Dat was echt heel apart. We hebben waarschijnlijk iets verkeerds gedaan, want ons vielen ze niet aan. Nee, maar dat was zo gek. Dames en heren, vandaag was een superleuke dag. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Wij in ieder geval wel. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik ben echt super moe. Het is nu bijna 2:30 s'nachts. Ik ga zo lekker slapen. Ik check jullie morgen om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.